Afgelopen maandag kwam het PCE-inflatiecijfer uit vanuit de Verenigde Staten. Dit cijfer kwam precies uit volgens de doelstelling van de Federal Reserve Bank, namelijk op 2%. Daarna hebben we het rentebesluit gekregen van de Federal Reserve Bank. Zoals verwacht werd deze rente gelijk gehouden. Verder had de Federal Reserve Bank het over een symmetrische inflatiedoelstelling van 2%. Dit komt eigenlijk grofweg neer op het feit dat zij gemiddeld 2% willen zien. Gegeven het feit dat we hiervoor onder de 2% hebben gezeten, denken wij dat de Federal Reserve Bank dus ook bereid is om tijdelijk een inflatie van boven de 2% te accepteren. Dit is ook een belangrijk gegeven voor onze visie. Wij denken namelijk dat er nog twee renteverhogingen in het vat zitten, terwijl sommigen in de markt denken dat we wellicht nog 3 renteverhogingen tegemoet kunnen zien. Wij gaan uit nogmaals van een renteverhoging in juni en 1 in september. En denken niet dat de Federal Reserve Bank gaat besluiten om in december met nog een renteverhoging te komen. Buiten de symmetrische inflatiedoelstelling hebben we nog een tweede argument hiervoor. En dat is namelijk dat het renteverschil tussen de 2- en 10-jaars Amerikaanse rente op dit moment vrij klein is. Wanneer de Federal Reserve Bank nog een renteverhoging zou doorvoeren, dan is de kans zeer groot dat we een inverse rentecurve gaan krijgen. Zoals de kijkers zullen weten, betekent een inverse rentecurve vaak dat er een recessie in het vat zit. Dit zou dan eigenlijk een door de Fed geconstrueerde recessie kunnen gaan worden. Dat is dus de tweede reden waarom wij denken dat het bij 2 in plaats van 3 renteverhogingen blijft voor dit jaar.